De vuurwerkschade aan gemeentelijke objecten bedraagt dit jaar bijna 9000 euro en dat is veel lager dan voorgaande jaren. De meeste schade is veroorzaakt aan afvalbakken. Daarnaast is er ook veel schade aan verkeersborden, speelvoorzieningen en straatkolken. Rond de jaarwisseling zijn er 64 meldingen gedaan via de vuurwerklijn. Er zijn acht jongeren verwezen naar bureau Halt en drie bekeuringen uitgeschreven. Dat is vergelijkbaar met de jaarwisseling van vorig jaar.